In Gemert werd de laatste week van de vakantie de kindervakantieweek gehouden. Vol verwachting komen ze de eerste dag aan op het motocrosstrein Wollersbos. De officiële opening en natuurlijk ook de dansjes gaven het begin van de spelen aan. Het bouwen van hutten en elkaar opschilderen gaf een mooi beeld. De tweede dag waren er spelletjes en een speurtocht. Op dag 3 een zeskamp en een speurtocht voor de groepen 7 en 8. De vierde en laatste dag lieten we de kinderen zelf een interview doen. Vond je de kindervakantieweek? Superleuk. Zou je volgend jaar weer mee willen doen? Ja. En wat vond je het allerleukste? Het gevecht en de zeskamp. Hoi Heiko, wat vind je het leukste aan de kindervakantieweek? Omgaan van die kinderen hier allemaal. Okay. Wat vond je het leukste tot nu toe van alle spelletjes? De spelletjes, het buikschuiven. Vond je de kindervakantieweek? Heel leuk. Wat vond je het leukst? Eigenlijk alles. Met de fiets ging het naar het komend rijencollege. Het was een hele stoet. Your whole life would be in misery. Like a bird locked in a cage. Als afsluiting de tocht door Gemert. Binnenkort krijgt u een langere versie van de kindervakantieweek 2016 op deze zender. Until tomorrow. So let them play, let them play, let them play.